1300 plaatsen voor noodopvang zijn er inmiddels in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Via kringloopwinkels worden spullen voor ze ingezameld, zoals kleding en speelgoed. In onze regio worden vluchtelingen onder andere opgevangen in de Nijmeegse Jan Massinkhal bij het Goffertpark. De hal is al vaker ingezet voor dit soort noodopvang. Ook worden vluchtelingen opgevangen op twee cruiseschepen in de Waalhaven. Omwonenden laten met vlaggen aan hun appartementen weten dat ze de Oekraïners steunen. In Beuningen wordt sporthal De Tinnengieter ingezet voor de opvang van enkele honderden vluchtelingen. Uiteindelijk moet elke veiligheidsregio noodopvang realiseren voor zo'n 2000 vluchtelingen. De huidige capaciteit zal dus nog flink omhoog moeten.